Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 18 maart, het is nu 5:10 en Ines en ik die zitten in de auto en we gaan naar Amsterdam rijden. Want we hebben daar een concert vandaag van onszelf, genaamd de Josti Band. Hey, nee grapje, we gaan naar Zack Abel. En daar heb ik super veel zin in. Yay! Dus let's go, we gaan naar Zack Abel. Oeh! Oh my god! Oh my god! Oké, drama queen, calm your nerves. We zijn dus aangekomen bij een parkeerterrein en daar hebben we de auto geparkeerd en we gaan nu met de tram voor 10 minuutjes gaan we naar de Melkweg. Oh, ik ben donker. En dan gaan we lekker lopen. Gezellig! Parkeren en het kost letterlijk maar 10 cent. Ien, wat vind je daarvan? Ik vind het te duur. Om eerst wil ik nu naar huis. 10 cent keer beide. Yay! We zijn er. Yay! Super zin in. We gaan nu even lekker lopen richting de tramhalte. En ondertussen onderweg nog ook even ergens een wc zoeken. Maar ik vind het knap van mezelf. Want ik ben al te lang niet in Amsterdam geweest. Zeker niet in mijn eentje. En ik ben echt trots op mezelf. Dus ik geef mezelf even een schouderklopje. En Ines geeft ook even een schouderklopje voor het rijden. Zo, dat was de eerste keer dat ik zo ver ging rijden. Oh, ik ben echt trots op ons. We hebben twee dingen overleefd. We hebben de rit overleefd. En ik heb mijn angst overwonnen. Een soort van. Ik zeg het nu wel hardop, maar we zijn er nog niet. Kijk nou hoe schattig jongens Amsterdam eruit ziet. Super cute. Hier wil je toch wonen. Voor de rest van je leven. Nou, misschien gaan we dat ooit wel doen in de toekomst als we een staatsloterij winnen natuurlijk. Let's go. Superleuk concert. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Heb ik al 3000 keer gezegd. En waarom ben ik niet scherp? I can't handle. Maar ja. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag 21 maart. En ik ga zo meteen weg. Ik lig nog in bed. Maar ik ga zo meteen wel weg. Want ik ga vandaag met mijn moeder kringlopen. Echt superleuk. En ik heb niet echt iets specifieks nodig of zo. Maar gewoon een beetje kijken naar interieurdingetjes. Naar kleding. Naar gewoon alles wat ze daar te bieden hebben, zeg maar. We gaan altijd naar Rattenplan in Delft. Dus dat is ook wel heel chill om daarheen te gaan, want ze hebben daar gewoon heel veel. En qua kleding valt het vaak wel mee. Interieurdingetjes ga ik ook altijd even kijken. Maar gisteren heb ik helaas niet meer gevlogd. Ik heb gisteren gestemd.
dat is gisteren wel gebeurd. En ja, ik ga zo meteen opstaan. Het is nu bijna half één. Dus ik ben al wel wakker. En mijn moeder heeft net ook wentelteefjes voor me gemaakt. Dus dat is wel chill. Dus ik ga nu lekker uit bed. En ik neem jullie mee vandaag in de kringlopen met mijn mama. Helemaal ready gemaakt. Dus even een snelle outfit of the day. Deze trui aan van Tommy Hilfiger. Broek H&M. Schoenen van Vans. En hierbovenop leg mijn mobiel. Dus die ga ik nu even pakken. En mijn koptelefoon ga ik ook even pakken. Dus ik ga nu lekker met mama shoppen bij Rataplan. Let me open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. Klaar bij Rataplan en we gaan nu weer lekker de auto in. Ik zeg je even op de car. Blijf staan. We hebben alleen glazen gekocht voor opa. En hey, je lippenstift ligt hier. Jouw lipgloss. Oh ja, zet maar in die bak. Die is vast uit mijn tasje gevallen dan. Dus het is dat. Hé, die zien we niet. Je hebt een portemonnee. Ja, ik heb een portemonnee. Dus we gaan nu weer lekker de auto in. Gaan we lekker en door. Dan, waar gaan we nu heen? Richting huis. Naar Huizen. Inmiddels zijn we weer thuis en sta ik weer bij de frituurpan. Mama en ik hadden heel veel honger, dus we gaan even lekker kroketjes maken en lekker wat frietjes bakken. En ik heb trouwens dit sapje, fris van appelsientje, was maar €1. Dus ik ga lekker mijn favoriete muziek opzetten en dan ga ik jullie weer verblijden met een showtje. Ik heb me helemaal omgekleed, want ik ga zo weg. Ik heb namelijk met Kiara even afgesproken om een drankje te gaan doen bij Moeke in Delft. Dus daar heb ik super veel zin in. Dit heb ik aan, deze trui. Deze komt van de Primark. De broek. Nou, die kunnen jullie zien. Spijkerbroek in de spiegel. En ik ga mijn fans aan doen. Ik ga zo meteen weg, alleen ga nog heel even snel naar de wc, alles doen. En dan neem ik jullie mee naar Kiara. Inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig met Kiara in de stad. We hebben lekker even wat gedronken. Een bitter garnituurtje gegeten. En toen ben ik overgegaan op de chocomel. Was super leuk. Het is nu 10:30. En ik ben alweer echt letterlijk een half uurtje thuis of zo. Ik lig in bed. Ik ben nu bezig met de vlog die jullie nu zien.
Want die ga ik dan zo inplannen al gelijk en uploaden en zo. Dat jullie hem gewoon, dat hij gewoon online komt en dat ik daar geen hoofdpijn meer van heb, zeg maar. Als je snel wat ik bedoel, als je zelf video's maakt en zelf inplant, dan ben je altijd wel bang dat je een videodag vergeet. Like me, 24/7. Maar ja, ik heb deze vlog weer lekker in twee gesplitst. Dus dat wilde ik even zeggen. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken voor een notificatie. Want dan krijg jij een melding op je scherm van Jamie. Of op je mobiel van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. En dan mis je geen enkele video. En dan wil ik jullie bedanken. En dan zie ik jullie in de vlog die donderdag voor jullie weer online staat. En dan zie ik jullie donderdag weer terug op mijn YouTube kanaal. Doei doei!